Goedendag, dit is de Telegraaf Nieuwsflits van donderdag 30 juni met het nieuws in 100 seconden. Familie juicht om zelfmoordpedo, gorilla als huisdier, schokkend geweld in bejaardenhuis, weg met die saaie witte campers, scootmobieltuig slaat toe en glaasje wijn bleek dodelijke gootsteenontstopper. De levensgevaarlijke pedofiel René G. heeft zelfmoord gepleegd in een TBS-kliniek. Jeffrey Wering, die destijds hersenschade opliep door de pedo, heeft dat nieuws met gejuich begroet. Mooi dat hij dood is, ze verdiende loon, reageert hij in de Telegraaf. Ook Jeffrey's vader Ruud Wering zegt in de krant opgelucht te zijn. Pierre en Helene hebben een ongebruikelijk adoptiekind. De gorilla Digit woont sinds zijn babytijd bij hen thuis in Lyon. Na 14 jaar is het tijd dat hij op zichzelf gaat wonen. De 90 kilo zware Digit, die helemaal met Pierre en zijn vrouw is vergroeid, zal op eigen benen moeten gaan staan. Hij krijgt een mooi verblijf in de plaatselijke dierentuin. Schokkende beelden vanuit een bejaardenhuis in Ohio. De zoon van de 78-jarige dementerende Esther Pisker hing een camera in zijn moeders kamer op, omdat hij het personeel niet vertrouwde. Twee verzorgsters werden ontslagen toen deze schokkende beelden uitlekten. De eco-camper maakt een eind aan de saaie witte blokkendozen caravans en campers. De nieuwe Eco rijdt elektrisch en op drie wielen. Zo wordt het een stuk minder saai tussen de sleurhutten. Twee hengeloze oudjes blijken met scootmobiele tegels te hebben gepikt voor hun achtertuin. Kobi Berends reed tientallen malen heen en weer om stoeptegels te stelen. Die tochtjes vielen zo op dat de stratenmakers werden getipt door omwonenden. Een Zwitserse serveerster heeft per ongeluk vloeibaar ontstoppingsmiddel in een wijnglas gedaan. Ze dacht de gast witte fichy wijn te geven. En een collega had de fles juist gevuld met ontstopper om schoonmaakwerk te gaan doen. Bezoeker Jozef van Hotel Flamat stierf een gruwelijke dood. Dit was de Nieuwsflits. Lees verder op onze site het verhaal dat het Nederlandse leger de politie moet gaan bijstaan. En ander belangrijk nieuws, bachelor Lars is nu alweer vrijgezel tot morgen.